Rob Goossens heeft met twee mediavrienden een prijs uitgereikt aan wat volgens hen het slechtste programma en de slechtste presentator van het jaar is. De RTL Boulevardster koos voor Lauren Verster en in het juryrapport schrijft hij haar echt verschrikkelijk de grond in. Hij heeft het daarin namelijk over een mislukt randfiguur. De aanval is niet alleen keihard, maar ook onverwacht. Lauren maakt inderdaad geen televisie voor de massa en is lange tijd een beetje overgewaardeerd, maar is zij nou echt de slechtste presentatrice op de beeldbuis? Lauren reageert bij Show News met een sneer aan het adres van Rob. Ik voel me vereerd, een prestigieuze prijs uit de handen van een prestigieuze journalist. Had hij nou zelf de Nipkofschijf gewonnen? Evert Santegoets vindt die reactie een beetje aangebrand, zegt hij. HM, een beetje zuur. Maar Peter Gillis, de nieuwe beste vriend van Evert, Red, reageerde wel leuk. Die zei gewoon, nou, kom maar langs en ik neem hem in ontvangst. De nieuwe showbizkenner Eline de Ruig heeft wel begrip voor Lauren. Ik vind het eigenlijk gewoon een hele stomme prijs. Ik snap niet zo goed waarom mensen deze prijs moeten krijgen, maar goed. Rob heeft in RTL Boulevard gezegd dat we de prijs niet zo serieus moeten nemen. Voor de duidelijkheid, neem deze prijs ook alsjeblieft met een grote knipoog. Collega Lucikink: er zitten drie mensen in de jury, hè, waaronder jij. Hahaha. Ha, ha. En twee vriendin. Rob, ja. En nu, wat wil je daarmee zeggen? Ik had het ook in mijn eentje kunnen doen. Rob benadrukt dat hij Lauren wel knap vindt. Het is niet omdat we haar niet aardig vinden, en zeker niet omdat we haar niet knap vinden, want het is een van de mooiste vrouwen op televisie. Collega Clarice Stenger, en ze is ook helemaal niet zo slecht, Rob. Rob, haar programma's zijn niet de moeite waard, en dat is toch uiteindelijk het objectieve criterium waar we iedereen aan houden. Clarice, kon je nou niemand slechters verzinnen dan Lauren Verster? Rob besluit vals, nou ja, er worden in de randen van de nacht wel nog slechtere dingen uitgezonden, maar waar helemaal niemand naar kijkt, dat vind ik ook de prijs niet waard.